Hallo mensen, welkom in deze nieuwe video van mij. In deze nieuwe Airsoft video, moet ik zelf zeggen. Ik heb mijzelf namelijk vandaag een beetje verwend. Althans, ik heb mezelf een paar dagen geleden al verwend. Maar vandaag is het binnengekomen. Ik heb namelijk een nieuw speeltje besteld. En het is namelijk de Spetsna Edge Rock River Arms 18 Stubby M4. Vandaag ga ik deze unboxen en ga ik jullie laten zien wat je kunt verwachten als je deze replica koopt. Oké, hier is hij dan, de doos van de Spetsna Arms Edge 18 die ik heb aangeschaft. Zoals jullie hier groot kunnen zien, is hij gelicenseerd door Rock River Arms. Ook kunnen jullie hier voor op de doos zien dat de Gate XASR MOSFET er standaard in zit bij de Spetsna Arms Edge serie. En op de achterkant zijn alle Spetsna Arms Edge series modellen te zien. Dus vormpje standaard M4A1 als het ware, tot eentje die eigenlijk echt als pistool verkocht zou worden, geen buttstock en dergelijke. En natuurlijk de E10, links onder op de doos, die ik gekocht heb. Maar die doos maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Wat wel uitmaakt, is hetgene wat erin zit. Nou, als je de doos opent, zie je als eerste een handleiding met daarin een FPS testblaadje waardoor je zeker weet dat je replica zo hard schiet. Voor alles wat ik laat zien, ik doe het nu eerst in deze overview, laat ik zo meteen ook op een close-up zien. Als je de handleiding opdoet, krijg je als eerste van Spetsna Arms een datasheet voor wat die replica geschoten heeft. Je krijgt een mooi stickervel, die bijvoorbeeld als je echt heel graag wilt dat de hele wereld weet dat je een Spetsna Arms hebt, bijvoorbeeld op je auto ruit kan plakken. Dat is volgens mij een van deze stickers ook. Ja, twee zelfs. Edge on board, een soort van baby on board, maar dan als grapje over de Spetsna Arms. En verder heb je hier een relatief standaard Airsoft AEG handleiding. Het is voornamelijk zwart-wit. Er zit wel kleur in, maar niet van de replica zelf. En hij gaat niet specifiek over deze exacte replica. Maar goed, hier staat wel in de basisinformatie die je moet weten als je voor het eerst een Airsoft AEG koopt. Die is dus voor, als het je eerste mocht zijn, heel handig om te bewaren. En hier is verder nog een boekje wat gesield is. Dus deze heb ik zelf ook nog niet bekeken. En het zit met heel goed plastic gesield. Ik zeg het is een boekje, maar aangezien ik hem niet zo kan uitvouwen, denk ik dat er een poster in zit. Dit is dus inderdaad een poster van elke replica die Spetsna Arms op dit moment produceert. Ook deze zal ik zo er ook even een paar foto's invoegen, dat die extra goed zichtbaar is. Nee, dat is vooral leuk als je heel veel Spetsna Arms replica's hebt, dat je ze kunt afvinken. Of voor in een winkel bijvoorbeeld. Dus ja, ik zal die niet gaan ophangen. Maar al dat soort spullen maken eigenlijk ook weer niet uit. Hier gaat het om. De replica zelf. Zoals jullie nu al kunnen zien, en misschien denken, hij was toch half 10, dus Desert 10. Ja, dat was hij volgens de site ook, maar de kleur is heel veel donkerder alsof hij op de foto's lijkt. Persoonlijk vind ik het niet erg, ik vind deze kleur eigenlijk wel mooi, maar toch, als je echt een klassieke Desert 10 verwacht, zoals op de foto's op de Gunfire site ook te zien zijn, ja, die ga je niet krijgen. Maar goed,
Ik vind persoonlijk de kleur nog mooi, maar zodat jullie het weten. Even kijken wat hier verder in de doos zit. Natuurlijk zakjes silica gel tegen het vocht. Er zit een Special Arms Orion. Ja. Dingen. Hoe noem je dat? Geen idee. Maar jullie snappen wat ik bedoel als ik het laat zien. Een dienst naar Mini Tamiya adapter. Deze replica is namelijk zo'n affabriek naar dienst gesoldeerd. Maar als jouw accu's alleen maar Mini Tamiya hebben, dan kan het fijn zijn om zo'n adaptertje te hebben. Er worden standaard 2 midcap magazijnen meegeleverd. Staat op hoeveel bibis erin gaan. Nee, maar verwacht 135. Dat is het meest gebruikelijke. Maar het is mooi dat ze 2 midcaps meeleveren. De meeste bedrijven, merken, leveren maar 1 highcap mee. Persoonlijk gebruik ik niet deze highcaps. Met dat rot gerammel en dat wieltje waar je dit aan moet draaien. Dus dit vind ik persoonlijk heel mooi. Er wordt ook een kleine front grip, een stubby front grip is eigenlijk meegeleverd. Om op de rails te monteren. En een tweede veer. Deze gearbox, of dat jullie straks laten zien, kun je ook heel makkelijk veren wisselen. Dus we leveren meteen 2 veren mee. In het geval van deze replica, omdat hij zo'n korte loop heeft, maakt het eigenlijk niet uit. Er kan een sterke veer erin blijven zitten, want ik heb al gezien dat de FPS al 3,25 uitkomt. Nou ja, dat is voor de Nederlandse velden is dat zelfs bijna aan de lage kant, aangezien we 360 FPS mogen schieten. Maar toch vind ik het goed dat ze een tweede veer meeleveren. Mocht je nou op een veld komen waar het limiet lager ligt, kun je hem heel makkelijk ombouwen. En hoef je niet eens zelf een aparte veer te kopen. En als laatste, nee, niet als laatste. Als ene laatste zit hier het MOSFET kaartje in, wat verschillende kleurcodes voor het lampje betekenen. En de replica zelf. Oké dan. Ik dacht ik ga jullie nog natuurlijk even wat meer laten zien in detail van de replica. Nogmaals, maar ik denk dat jullie deze wel al goed hebben gezien, dus hier zal ik het maar heel kort over hebben. De 2 midcap, terwijl de veertje die de balletjes omhoog drukt, magazijnen die erbij worden geleverd. En natuurlijk de replica. Deze replica is bijna volledig... van metaal. Online kreeg ik de indruk dat de rail van polymeer zou zijn, maar hij voelt best wel heel koud. Dus ik denk dat die ook al van aluminium is. De backup flip-up arm and sides die voor en achterop zitten, die zijn wel van polymeer, maar dat maakt mij op zich niet zo heel veel uit. Ze zijn, althans de achterste is ook gewoon daadwerkelijk verstelbaar. En je kunt nog het prisma wat kleiner maken. En dit zal ik jullie zo meteen ook even wat duidelijker nog laten zien. Waardoor je dus een wat groter prisma hebt voor de mensen die wat dichterbij lopen. En een wat kleiner prisma voor als je wat langere schoten moet leveren. Er zit natuurlijk een charging handle op. Die neppe ejection port opendoet en de fake bolt naar achter trekt, waardoor je bij de rotary hop-up komt. Hier zit dus een kunststof rotary hop-up in. Dat die kunststof is, maakt mij niet uit als hij het goed doet. Wel ga ik die misschien een keertje omwisselen voor een aluminium ZCI bijvoorbeeld, of ProRing. Die kan weer dicht. Bijgeleverd wordt natuurlijk de stubby grip die ik heb gemonteerd. Die monteer je met een simpele platkopschroef draaien. En ik ben eigenlijk best wel blij met de lengte van die stubby grip. Die zit er perfect om zo vast te houden met je duim bovenop. Ja, daarmee trek je hem lekker naar je lichaam toe. Dus die is van polymeer uiteraard. De buttstock is van polymeer. En de pistol grip is van polymeer. Het is een quick detach pistol grip. Dus om de motor eruit te halen.
Hij zit best wel strak, maar dat mag wel. En zo kom je bij de AEG-motor. Deze kabel hebben ze wat lang gelaten. Dat zag ik ook in het accu-compartiment al. Dat ze dus blijkbaar van lange kabels houden. Dus daar ga ik voor zorgen dat die in het veld geen probleem gaat veroorzaken. Ik denk het niet. Ik klap de iron sights weer eventjes in. Voorop zit een, wat ik denk wat toch al geclassificeerd wordt in de airsoft als een behoorlijke amplifier. Ik heb er nog niet mee geschoten, dus ik weet nog niet of het daadwerkelijk een amplifier is. Maar een silencer is het zeker weten niet. maar hieronder zit gewoon 14 mm negatieve draad. Dus je kunt er ook zelf een neppe silencer, een andere muzzle flash opzetten of een tracer unit, wat ik zal doen met indoor. Ga spelen. De buttstock is uiteraard verstelbaar. In 6 posities. Dus die klikt op al die posities vast. Je kunt hem ook volledig afhalen. Dus door hem helemaal achter te zetten en deze bal omhoog te doen. Maar in principe is dat niet nodig om je accu te verwisselen. Want de achterkant van de buttstock komt er ook heel gemakkelijk vanaf. Er zitten hier 2 kleine pinnetjes. Die kun je indrukken, komt het rubber er vanaf. Kun je omlaag trekken. En dan zit hier nog een extra kapje wat je er ook zo uittrekt. En dan kun je hier bij het batterijcompartiment, waar je ook de gate XASR uit mijn hoofd MOSFET zult vinden. Persoonlijk speel ik eigenlijk altijd met 1200 mA 7,4 volt lipo's. Deze zijn van het merk Redox. En die passen er eigenlijk heel makkelijk in. Waarbij je een NIMH batterij die rond is vaak in de zijkant zal stoppen met een stok zoals deze. Ga ik de lipo gewoon in het midden stoppen. Ik zie nu niet echt wat ik doe omdat ik hem naar de camera toe gericht heb. Dus het is even wat gepiel. Doordat ik die nu zo heb zitten, nu moet ik wel even kijken. Kan ik de batterij aansluiten. Waarna ook kort het groene lampje, en hij staat onderop, dus dat zagen jullie niet, gaat branden. En je de bedrading naar de zijkant toe wegstoppen, dopje erop, rubber erop en je bent schietklaar. Zo, dat was dan mijn unboxing en korte overview van de Spetsner Arms 18 Edge. Binnenkort zal ik deze waarschijnlijk meegenemen naar een indoor CQB game. Ga ik hem uitproberen. Gaan jullie, als het goed is, als mijn GoPro werkt, dan zien hoe die daadwerkelijk schiet in een CQB omgeving. Waar deze natuurlijk voor bedoeld is met hoe kort deze replica is. En daar zal ik nog even wel een mening over geven. Maar goed, jullie hebben nu kunnen zien wat je ervan kunt verwachten. Wanneer je hem koopt, althans. Hoe je de doos kunt verwachten, hoe je het pakken kunt verwachten. Persoonlijk vind ik hem heel goed aanvoelen. Hij schiet netjes binnen de perken van de wet. Althans van de wet van de regelgeving ook. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik hoef er zelf eigenlijk niks aan te gaan versleutelen. Met die Orion gearbox. Voorlopig, zeker omdat ik het voornamelijk indoor zal gaan gebruiken, zal deze replica goed genoeg schieten voor mijn eigen willen en kunnen. De mensen aan wie ik hem ga uitlenen aan mijn vrienden, die weten toch niet hoe het is om met een goed geüpgraded te spelen en te schieten. Dus voor hun is dit altijd nog beter als een huurreplica. Dus alles bij elkaar ben ik zeer tevreden over deze replica tot nu toe. Ik heb er natuurlijk nog niet mee gespeeld. Maar goed, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Heb je hier nou nog meer vragen over? Stel die gewoon
in de comments onder deze video. Ik zal proberen er allemaal zo snel mogelijk een reactie op te geven. Ja, vond je deze video nou leuk? Geef hem een like. Ben je nog niet geabonneerd? En wil je up-to-date blijven over de nieuwste video's? Ik hoop dat er binnenkort weer veel aan gaat komen. Abonneer dan even op mijn kanaal ook. En jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao.